Hier gebeurde het? Hier gebeurde het. Ik stond waar de zwarte auto stond en er is iemand met 80 km per uur vol ingereden. Met drank op. En dat heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Evelien houdt een whiplash over aan het ongeluk. En nu, 16 jaar later, heeft ze daar nog steeds elke dag last van. Door de meneer met drank op ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Is mijn huwelijk gestrand. Is mijn hele dagelijkse leven ontregeld. Want ik kan een hoop dingen niet meer. Het brein, de harde schijf is vol. Ik neem geen nieuwe indrukken meer in me op. Ik ben heel erg snel moe. Ik ben ongeconcentreerd. Ik kan geen dingen onthouden. Als ik moe ben, dan moet ik echt dingen laten staan. Ik ga nog dagelijks een uurtje slapen, gewoon om nieuwe energie op te doen. En dat zien de mensen allemaal niet aan de buitenkant. Ik ben in de rechtszaal geweest waar de uitspraak was. En hij verklaarde dat hij drank op had omdat hij zijn kinderen niet meer mocht zien van zijn ex vanwege zijn drankprobleem. En daarom had hij het maar op een drinken gezet. En ik was de vijfde aanrijding die hij veroorzaakt had met letsel. En uiteindelijk heeft hij 3 maanden gekregen. En ik heb levenslang gekregen, want ik moet elke dag dealen met wat ik wel en wat ik niet kan. Ik moet er elke dag rekening mee houden. En hij pakt zijn leven weer op en gaat weer verder. Dat is best wel heel moeilijk te verteren.